uitleg geven hoe jullie het haasje kunnen vouwen. Jullie hebben vandaag allemaal bij je huiswerkpakketje dit blaadje gevonden. Het is een vouwblaadje. Dat leg je als een ruit voor je neer. Dus zo. Leg hem maar voor je neer. We gaan de onderste vouw, de onderste hoek, gaan we naar de bovenkant vouwen, zodat je in het midden een vouwlijn krijgt. Doe maar met me mee. Goede puntjes op elkaar. Hand, vinger, nagel, zodat je goede scherpe vouwen krijgt. Dan heb je een driehoek met een vouw in het midden. Je mag hem openvouwen en je gaat hem draaien. Zo, dan leg je hem weer voor je neer en gaat weer de onderste hoek naar de bovenste hoek. Zodat je weer een driehoek hebt gevouwen. Die mag je voor je neer laten liggen. Hij ziet er zo uit. Maak dan een vouw op ongeveer 2 centimeter van de onderkant. Die kant gaat naar die kant toe. Dat worden de oren van het haasje. En die ziet er dan zo uit aan de achterkant en zo. Leg hem met die vouw naar je toe. Nu is dat een beetje moeilijk, maar vanaf het midden ga je deze kant naar die kant toe vouwen. Dus vanaf het midden. En dat is een beetje dik papier. Dus je moet goed vouwen. Hand, vinger, nagel. En dan hebben we al één oor van het haasje. Hetzelfde gaan we doen met de andere kant. Dus vanaf deze kant naar die kant toe. Hand, vinger, nagel. Als je goed hebt meegedaan, ziet hij er aan de voorkant zo uit. En aan de achterkant ziet hij er zo uit. Vanaf de voorkant heb je nu één flapje wat open is. Dat mag je naar binnen toe vouwen. Ongeveer gelijk met de hoogte van het begin van de oortjes. Dus maak er maar weer een scherpe vouw in. Dan ziet hij er zo uit. Nu mag je de onderkant naar achteren toe vouwen. En dat is een beetje moeilijk, want dat is dik papier. Maar je kunt dat eventueel nog doen met behulp van een schaar. Dat doe ik ook. Dus de achterkant van de schaar, niet de voorkant, want we gaan niet knippen. En op die manier maken we een scherpe vouw. Dan ziet hij er aan de achterkant zo uit en aan de voorkant zo. Als je wil, kun je er nu nog een gezichtje op tekenen. Hoe doe je dat? In het midden maak je ongeveer een driehoekje. En die kleur je in. Dus goed op de middenvouw het tekenen. Een boogje naar beneden en omhoog. Een boogje naar de andere kant en omhoog. Een rondje voor zijn ogen. En wat snorharen. Ik teken er altijd 3. Dat vind ik wel leuk staan. En als je dat gedaan hebt, dan heb je een konijntje gevouwen. Heel veel succes ermee!